wanneer er effectief ook een probleem voordoet, is het belangrijk dat de CEO het voortouw neemt en daar het woord voert. Ik ben opgegroeid in het verre West-Vlaanderen, meer bepaald in Ieper. Een stad van de Eerste Wereldoorlog, een stad waar ik vandaag nog altijd graag kom, ook al gebeurt dat nog heel weinig. Op professioneel vlak ben ik eigenlijk van in het begin van mijn carrière bezig geweest met communicatie. Altijd in agentschappen gewerkt en eigenlijk altijd hebben wij organisaties geholpen met de goede boodschap te brengen. Uiteraard is communicatie anno 2013 niet meer wat communicatie is anno 1990. Dus ik heb eigenlijk de laatste 20 tot 25 jaar toch wel het communicatievak grondig zien veranderen. Ik ben zeker fier op de uitbouw van mijn eigen agency. Een agency die ik in 2004 ben opgestart. We zijn dat met z'n tweeën begonnen met een handvol klanten. Vandaag, dus bijna 10 jaar later, werken we met 10 mensen in mijn agency en bedienen we eigenlijk op een dagdagelijkse basis een 30-tal klanten. Dat is eigenlijk een vrij natuurlijke groei geweest. En dat is eigenlijk in mijn ogen toch wel een realisatie waar ik fier op ben. Is het de taak van de CEO om in de media te komen? Mijn persoonlijke mening is van wel. We leven vandaag in een maatschappij waar perceptie en reputatie bijzonder belangrijk zijn. Dus kan je het eigenlijk niet maken als jij de nummer 1 bent van een bepaalde bedrijf of een bepaalde organisatie of een bepaalde instelling om de struisvogel te spelen. Ik denk dat je zowel met positieve boodschappen naar buiten moet komen, want het is ook de taak van de CEO om mensen te inspireren. En ik heb het dan niet alleen over de interne mensen, maar ook extern. Want zo kun je eigenlijk ook je bedrijf vooruit helpen. Maar een CEO moet in mijn ogen niet alleen communiceren wanneer er een noodsituatie is. Betekent dat dat een CEO moet communiceren om nieuwe producten te gaan voorstellen? Nee. Waar ik heel sterk in geloof, is inderdaad het opbouwen van een zeker opinieleiderschap. Want elke CEO wordt verondersteld van goed de sector te kennen waarin zijn bedrijf of haar bedrijf actief is. En ik denk dat er heel veel opportuniteiten bestaan om eigenlijk dagelijks je geloofwaardigheid omhoog te krijgen door bepaalde opinies te lanceren rond de ontwikkelingen in een bepaalde sector. Dus ja, ik geloof heel sterk dat CEO's in hun vakgebied opinieleider moeten worden. Wel, ik zou in eerste instantie tevreden terugblikken wanneer ik in televisiejournaals alleen maar CEO's aan het woord zie. Of algemeen bestuurders van organisaties. Vandaag is dat niet het geval en dat doet afbreuk aan de geloofwaardigheid. Ik zou ook heel tevreden zijn wanneer ik het aantal CEO's op sociale netwerken zie stijgen. Het zal ook een werk van lange adem zijn, omdat vandaag gebeurt dat door sociale mediateams die ook alleen maar boodschappen krijgen doorgesluist. Dus ook dat zou een overwinning zijn als we in plaats van 1 op 5 CEO's op sociale netwerken er misschien 3 of 4 op 5 zouden hebben. Dat zou al een hele goede evolutie zijn. Dat betekent ook dat de CEO zijn klanten of haar klanten au sérieux neemt en er ook in directe communicatie mee treedt. En dat is in mijn ogen de weg van de toekomst.